Leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Ja, jongens, het is zover. Ik heb al weekend. En waarom heb ik weekend? Morgen is de laatste 9 pleinen verstijn. En we gaan weer naar de Efteling. Ik zal er zijn met Ramonski. Jullie hebben het gehoord in de vorige vlog. Ik zal er zijn met Ramonski. En we gaan weer een knaldagje van maken. Ik zal in ieder geval bij verschillende dingen staan. Ik ga het helemaal doen. Ik ga het helemaal anders doen dan wat ik gedaan heb. Ik heb natuurlijk heel veel bij Jurgen gestaan. Dat zal ik nu niet doen. Ik zal nu ook de andere pleinen wil ik gaan doen. In ieder geval de statige stuurman. En ik wil nog even naar Jelle. En ik wil natuurlijk ook wel. Natuurlijk ga ik ook nog naar Jurgen Vrijlief. Maar dat zal pas, denk ik, de laatste zijn om 1:10. En dan gaan we lekker knallen. Ik ga nog even lekker het carnavalfestival in. Daarom ook dat lekkere dimpje. Ik heb er zin in, jongens. Ik heb er zin in. Het wordt echt geweldig. Korte vlog vandaag. Ik wou eigenlijk nog een vlog hier tussen plakken. En nog ergens naartoe gaan. Dat gaat het vandaag niet meer worden. Ik moet snel deze vlog maken. En dan moet ik eigenlijk alle batterijen die ik heb op gaan laden alvast voor morgen. Dus dit is de laatste vlog voor de Efteling. Morgen, vanaf morgen kunnen jullie de Eftelingen vlog kijken. Of overmorgen kunnen jullie de Eftelingen vlog kijken. In ieder geval de volgende. En het wordt in ieder geval hartstikke leuk. Ik had zoals jullie hoorden al een poel aangemaakt. En dat ga ik dus ook doen. Ik ga dus alle batterijen opladen. Alle SD-kaartjes legen. En ik ga een leuke vlog maken. Een hele leuke vlog. Die dus in een paar delen verspreid zou zijn. Ik heb het allemaal uitgelegd, hè. Nou, ik heb weekend in ieder geval. Het is hartstikke lekker. Eindelijk is de regen ook een beetje weg. We hebben vandaag ook best wel zon. Kijk eens eventjes. Heerlijk. Ik hoop dat het gaat scherp stellen. Ik hoop dat het morgen ook lekker weer blijft. En ik hoop dat het morgen ook lekker weer is. En dat het in ieder geval droog blijft. En dan wil ik er toch wel een leuke dag van maken. Morgen in de Efteling met Ramonski. Kevin zal dus laten komen. Oh, ik ga haast op mijn bakken sieren. En we gaan knallen, jongens. We gaan knallen. We maken er een leuke dag van. Komt allemaal hartstikke goed. Nou, vandaag de laatste werkdagje gehad. Dus voor de Efteling. Ik hoef er maar 4 dagen. Volgende week moet ik ook 4 dagen. En ik heb heel veel zin. Ik heb heel veel zin in morgen. Het allerlaatste 9 Pleinenverstijn. Zoals ik al vertelde, ik ga het helemaal anders doen. Ik heb ook nog met een paar andere dingen te maken. Maar het gaat allemaal wel goed komen. Ik heb er vertrouwen in dat hoe ik het wil doen, dat gaat lukken. Ik moet ook nog even een paar andere dingen moet nog even doen. Dat zal ik er tussendoor ook even moeten filmen. Hoe en wat, dat horen jullie wel na de Efteling vlogs. Wat ik allemaal gedaan heb daarvoor. Waarom ik dat gedaan heb en waarvoor die extra video's waren. Dus ik ga in ieder geval heel veel leuke video's maken. En ik wil er dus een hele leuke lange Efteling vlog van maken. En dan, ik had het er al over met kennissen van mijn vrienden van me. Kijk, als je elke keer een vlog maakt van 3-4 uur, dan kijk je hond naar. Dus ik moet nog even kijken hoeveel ik ga filmen. Maar als ik veel ga filmen, dan gaat het in ieder geval
zullen de vlogs een uurtje duren of zo. En dan maak ik er gewoon delen van. Ik moet even kijken. Ik hoop dat ik een uurtje of 3-4 film. Dan gaat het wel lukken. En dan, ja, met 3-4 uur dan kan ik wel even 4 leuke delen maken. Of ja, ongeveer een uurtje, 3 kwartier moet dat wel lukken. Nou, de katten zijn ook weer blij dat ik er ben. Weten niet wel dat ik morgen wegga. Ze mogen weer een dag alleen zitten. Maar zaterdag en zondag ben ik wel gewoon lekker thuis. Ik ga niet zeggen dat ik ga vloggen. Want er komt toch elke keer als ik zeg van ja, het weekend wil ik ook nog 2 leuke buitenvlogs gaan opnemen. Dan komt er weer niks van. Ik ga in ieder geval wel heel veel filmen in de Efteling. Ik breng jullie ook naar plekken waar ik nog niet geweest ben. Wou ik eigenlijk ook nog doen. En ik wou nog even wat dingen filmen. En dan een beetje informatie erbij geven. Dat heb ik ook nog niet echt gedaan. Wel, zo hebben jullie zo links en rechts hebben jullie het een en ander wel eens dat ik wat ergens langs loop en dat ik wel eens wat vertel. Maar dat wil ik nou eigenlijk wat meer gaan doen eigenlijk. Misschien wel leuk. Dus nou ja, in ieder geval gaan we gewoon een leuke dag ervan maken. Dadelijk komt de begeleiding om 4:30. En vanavond weet ik nog niet wat ik ga doen. Ik ga in ieder geval lekker rustig aan doen. Morgen wordt ook weer een lange dag. Ik wou dus eigenlijk nog een vlog erbij maken. Maar nee, ik ga het niet redden. Ik moet ook mijn camera eventjes alle batterijen opladen. Daar heb ik mijn camera voor nodig. Dus ik kan ook niet filmen vanavond. Dus vandaar even deze korte vlog. En alvast een klein dingetje over... ja, over morgen. Jullie zagen dat ik de pancake deed. Ja, ik heb maar wat in elkaar geflanst hoor. Ik wou proberen om het helemaal na te maken. Het is me niet gelukt. Het is in ieder geval een betere pancake dan dat ooit iemand anders heeft gemaakt. Er heeft ooit eens een keer iemand een pancake dans van me opgenomen. Of geprobeerd een beetje met monteren en zo. Nou, ik vond deze toch wel een stuk beter. Dus ik ga nog even verder hierop. Ik ga even verder rotzooien. Ik moet nog even cd maken. Want ik wil wat andere muziek in de auto hebben. Ik zit elke keer naar dezelfde cd te luisteren. Daar word je ook een beetje kierenwiet van. Dus ik ga nog even wat doen. En dan denk ik zo... Ja, ik denk nog wel even dat ik nog wel even terugkom. Ik heb nu even niet veel te vertellen. Misschien komt er dadelijk nog wel wat in me opborrelen. En dan ben ik zo weer even terug... Met mijn vlog. Ik ga hem nu even neerleggen en dan ga ik nog eventjes met de computer even lekker op de computer zeggen op mijn gemakkie even rustig aan doen. Ik heb wel hard gewerkt vandaag, dus ik ben best wel moe. En ja, ik heb gewoon even lekker rust nodig. Ik denk ik zal wel even alvast een klein stukje alvast filmen. Is wel leuk. Dus nou, ik ken ook mensen die zijn nooit aan het werk en die zijn ook moe. Kijk, hier is een heel goed voorbeeld ervan. Ja, je zal wel moe wezen, jij. Lui Rick. Hé, Bokito. Ja, ik had vorige keer natuurlijk alleen dribbel gefilmd. Ik denk, nou, ik zal nou eens even Bokito op de film zetten. Bokito. Nou, normaal mout hij altijd. Ik vind altijd een heel grappig moutje wat hij heeft. Maar nou houdt hij zijn kop dicht, zal je net zien. Bokito. Mickey Mouse. Nee, hij wil niet. Hij heeft geen zin vandaag. Nou, in ieder geval, ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, nou, in ieder geval ben ik even overgegaan op dit beeld. Het beeld is ineens weer anders geworden. Ik film nu even met de webcam. Ja, de batterij staat volop op te laden, dus ik kan even mijn camera niet gebruiken. Ik heb al 1 batterij klaar. De 2e batterij zit er nu al een paar uurtjes in. En ja, het is nou gewoon de uurtjes aftellen voordat we gaan beginnen aan het laatste 9 pleinenfestijn van dit jaar. Het is een leuk pleinenfestijn geweest. Er waren ook wel wat mindere dingetjes zijn er gebeurd. In ieder geval heb ik wel heel erg genoten. Ja, vorige 9 pleinenfestijn was niet zo leuk met die... Die gekke cola fles die ineens open sprong. Maar ik hoop dat het morgen weer leuk wordt. Morgen is in ieder geval Ramon er weer bij. En ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Vandaar even deze korte vlog. Het is nou even aftellen. Ik ga de laatste batterijen ga ik even opladen. Ik zit de vorige vlog die is nu aan het renderen. En dan ga ik deze vlog
bewerken en ook eventjes renderen. En ik ga zo naar mijn beetje toe, want het is inmiddels al 9:50. Maar ik heb de hele dag gewerkt. Ik ben best wel moe. Ik heb best wel gehad. En ik ga lekker vroeg mijn bedje in vandaag. Dus bij deze even een korte vlog. Vanaf de volgende vlog. Die zien jullie over 2 dagen, denk ik zo ongeveer. Kan een dag zijn, kan 2 dagen wezen. Weet ik nog niet op dit moment. Doe ik dit film. Weet ik dat nog niet. Of het nou 1 dag tussen zit. Of 2 dagen tussen zit. Maar in ieder geval de volgende vlog. Zal de eerste vlog zijn van het laatste 9pleinenfestijn van dit jaar. Dus zeker weten de moeite waard om te blijven kijken. Geabonneerd te blijven. En gewoon op mijn kanaal te blijven kijken. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe dat duimpje lucht in. Jullie weten het. Als jullie geabonneerd bent, doe dat. Abonneer eventjes. Druk op het belletje. En dan moet je het even aanvinken voor de notificaties. En ik zie jullie allemaal bij een nieuwe vlog. En dat wordt dus het eerste deel van het 9pleinenfestijn. Hier op mijn kanaal. Nou, ik ga er wel door, jongens. Al de groetjes. En ik zie jullie bij de volgende vlog in de Efteling. Bye! Doei!